ook in Frans is het is dubbel dik. Maar ja, toch in het Nederlands boek staat het voornaamste. En ik zal dan vandaag ook het voornaamste van het voornaamste trachten weer te geven. Ja, mijn Nederlands is niet zo goed meer als 50 jaar geleden. Ik had de kans 6 maanden in Nijmegen assistent te zijn met een beurs van de Nederlandse staat. En toen sprak ik heel vlot Nederlands. Maar ja, in Louvain-la-Neuve heb ik niet veel de gelegenheid meer om... ja, nu ben ik gepensioneerd. Ik ben 77. Ik ben niet te goed op gebied van gezondheid. Maar ja, ik geloof dat het van deze namiddag toch goed zal komen. Ja, u ziet eerst een man die iedereen kent, de hele wereld rond, vooral in Europa, vooral in Frankrijk, ook in Zuid-Amerika. U ziet dat Freud er nogal pessimistisch uitziet voor verschillende redenen. Hij leed aan kanker op het einde van zijn leven, maar hij ziet er altijd zo pessimistisch uit. Als je op Google gaat kijken naar portretten van Freud, dan zie je hem altijd met zo'n droevig gezicht. Voor verschillende redenen. Een van de redenen is, denk ik, dat zijn methode niet functioneerde. Therapie, dat ging niet goed. Hè? Dat ging dat zelfs slecht. De klassieke definitie van de psychoanalyse kennen jullie waarschijnlijk. Hè? Dat maakt deel nu van de algemene cultuur. Ik ga dus vlug herinneren de definitie die Freud zelf gaf. Hij zegt, het is een methode om het onbewuste te bestuderen. Het is ook een therapie en hij voegt er aan bij. Het is een therapie dat werkt voor neurose. Dus hij spreekt niet van psychose, hij spreekt ook niet van verslavingen. Alcoholisme en zo. Hè. Hij wist wel dat dat niet functioneerde. En hij zei, ja, voor neurotische klachten is te zeggen, in de 19e, begin 20e eeuw was dat vooral hysterie. Dus ook fobieën en obsessies en paniek en zo. Hè. En zegt Freud, is ook geworden een algemene theorie over niet alleen de psychische problemen, maar het is een algemene theorie voor de hele psychologie en zelfs voor de cultuur. Want Freud gaf een heleboel verklaringen over zedenleer, over religie, godsdienst enzovoort. Dat is de befaamde divan die nu in Londen is, want Freud heeft Wenen moeten verlaten en de voornaamste, stukken van zijn woning die staan nu in Londen in het laatste huis dat hij bewoond heeft. Ja, u ziet dus, dat is de klassieke zitting. Dat heeft voordelen. De patiënt is nogal relaxed, hij kan gemakkelijk spreken. Hij moet vertellen al wat door zijn hoofd komt. Hè. Het heeft ook voordelen voor de analyticus. Hè. Hij zit daar achter, dus de patiënt ziet niet wat hij doet. Hè. Hij schrijft gewoonlijk, maar niet altijd. Freud zelf nam geen notas. Freud zegt dat hij zijn gedachten zo liet een beetje komen en dat hij van onbewust naar een ander bewust, onderbewust trachtte te interpreteren. Maar ja, het heeft ook het voordeel dat de analyticus iets heel anders kan doen. Hè? Ik was assistent van een Gentenaar hè, in Louvain-la-Neuve, professor Scott, en toen ik mijn eerste patiënten kreeg als analyticus, dus ik heb wel psychanalyse dus geoefend gedurende 10 jaar. En ik sprak over een obsessionele.
Ik zeg, jij vertelt altijd hetzelfde. Ja, zegt Scott tegen mij. Maar ja, ik heb er ook zo. En dan alors je fais mon courrier. Hein? Dan maak ik dan antwoord ik aan mijn brieven gedurende dat de patiënt altijd maar zo voortbabbelt. Dus de patiënt kan zelfs slijmeren of zelfs slapen. Freud, op het einde van zijn leven, toen hij toch ouder werd, viel gewoonlijk in slaap. Hè? En ik heb ook collega's gekend die klaagden over hun leeranalist. Die mij zeiden, ja, hij valt regelmatig in slaap. Hè? Ja. Het is natuurlijk gemakkelijk in slaap te vallen wanneer je daar zit, daarachter, als wanneer je face-to-face ziet. Hè? Dat de patiënt ziet welke uw reacties zijn. De twee grote principes van de psychoanalyse, dat is de problemen, de psychische problemen, die komen altijd van het onbewuste. Hè? En als je het onbewuste klaarmaakt, ja, dan gaan die symptomen weg. Dat is absoluut niet meer de mening van de wetenschappelijke psychologen, zoals ik nu geworden ben. Je kunt heel goed psychische problemen hebben en heel goed weten van wanneer dat nu juist begonnen is. Hè? Bijvoorbeeld als een vrouw die verkracht wordt, die dan angstig wordt, depressief enzovoort. Die weet absoluut wanneer het begonnen is en waarom. En mensen weten heel goed na zoveel maanden of jaren analyse waarom ze drinken, te veel drinken, alcoholist geworden zijn. En, maar ja, die zeggen, ja, ik ken me nu heel goed, maar ik verander nog niet oprecht. Hè? Droog. Dat zijn de twee grote principes van de psychanalyse. Alors Freud, om te interpreteren, gaat drie technieken gebruiken. Hè? De bekendste, dat is een relatie maken tussen wat de patiënt nu vertelt en het verleden. Hè? In de prille jeugd, hè? Dat is de eerste manier van de betekenis te vinden van de symptomen. Hè? Ja, hier een beeldje waar je kunt lezen, hè? Zo, je hebt geen werk meer, je vrouw is weg, je dak laat de regen binnen. Wel, nu vertel maar over je kinderjaren. Hè? Dat is een hele goede cartoon. Een tweede manier om de onbewuste, betekenissen te vinden, dat is symbolen gebruiken. Hm? Dus verklaring door symbolen en analogie. Freud schrijft bijvoorbeeld in zijn groot boek over de dromen, hè, het boek dat hij zelf vond het voornaamste van zijn werken, schrijft hij dat alle lange werpen, hè, dat weet iedereen hier denk ik, is altijd het symbool van het mannelijke lied. Hè? Dus boomstammen, potloden enzovoort. Is dat ook geldig voor Freud zelf? Hè? Niet altijd, want het is de analyticus die altijd beslist wat te duiden is, wat te interpreteren is en hoe je het moet interpreteren. Er is een bekende anekdote, hè? Ze is misschien uitgevonden, want ik heb, hoewel ik heel de werken van Freud gelezen heb, voor mijn thesis, hè? In 72. Ik heb nooit de bron van die anekdote gevonden, maar me vertelt dat op een dag een discipel van Freud naar zijn sigaar keek met een kleine glimlach en dat Freud zo gezegd hebben, ja, een sigaar is soms maar een sigaar. Hè? Dus ja, het is de analyticus die bepaalt wat te interpreteren is en hoe je het moet interpreteren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, Freud zelf. De derde techniek, niet zoveel door Freud gebruikt, maar heel veel gebruikt door Lacan, hein, de Franse Freud. Hein.
Dat is met woorden spelen. Hè? De techniek van de woordbruggen. Een klassiek voorbeeld vind je in het geval van de Rattenman, dus een van de grote casussen van Freud. De Rattenman probeert op een dag te vermageren. Opeens wil hij minder dik zijn. En Freud interpreteert dat onmiddellijk als een manier om zijn rivaal te doden. Zijn rivaal heet Richard. En de bijnaam is Dick. En dus zegt Freud, proberen minder dik te zijn, dat is proberen symbolisch toch Dick te vermoorden. Weg te brengen. En wat opmerken is, Freud schrijft in zijn geval dat hij publiceert, dat hij schrijft alsof de patiënt dat zelf zou gevonden hebben. Maar het geval van de Rattenman is het enige geval waarvoor men, waarvan men de notas van Freud teruggevonden hebben na zijn dood. En in die notas schrijft hij, dat was mijn vondst en de patiënt kon ze maar niet appreciëren. Dus men ziet in dit geval, zoals in veel andere, dat Freud weinig bezorgd was met objectiviteit en waarheid. Dus spelen met woorden, dat is oprecht de specialiteit geworden van Jacques Lacan. Als iemand in het Frans zegt, ne prenez pas au mot, ja, dan denkt de analyticus onmiddellijk, ik ben geen homo, enzovoort. Dat klassiek voorbeeld. Dus de patiënt moet associaties maken, maar hoeveel? In het geval van het voornaamste voorbeeld van droom, in het boek, het groot boek van Freud, Droomdeutung, daar geeft hij als voornaamste voorbeeld de droom van een zekere, van zichzelf over Irma, een patiënt. En hij vertelt de droom, dat is één bladzijde. En de associaties die daarna komen, dat maakt 13 bladzijden. Hè? Dus u ziet hoeveel associaties hij maakt. Hè? Ik heb ongeveer geteld, er zijn ongeveer 4500 woorden. Hè? En daarin pikt Freud wat voor hem betekenis heeft. Hè? En daarmee gaat hij dan spelen, zo men doet. Zeggen of associëren tot wanneer hij iets consistent vindt. Maar ja, dat is een zeer gemakkelijk spel op een zekere wijze. Toen ik in Nederland was, dus in 1968, velen van jullie waren nog niet geboren, hè, las ik een boek dat voor mij zeer indrukkend werd, van een zekere Johannes Linschoten. Waarschijnlijk niemand kent hem niet meer. Het was een prof in Utrecht en hij schreef een prachtig boek, Idolen van de psychologen. En dat boek heeft me fel beïnvloed in mijn bekering, in het feit dat ik dus de psychoanalyse begon te bekritiseren. Daarin schrijft Johannes Linschoten, alle woorden, beelden en begrippen die ons ter beschikking staan, zijn direct of indirect langs kortere of langere weg inhoudelijk associeerbaar. Alles kan met alles in verband worden gebracht. En wanneer ik dit las, begon ik zelf zo te associëren met eender wat en ja, alles kon je interpreteren, zo gemakkelijk als je wilde. Freud voegde er toch aan toe dat je, wanneer je de betekenis van symbolen goed kent, dat je die associaties niet nodig hebt. Hij zegt, ikzelf, wanneer een patiënt begint met een droom te vertellen, zie ik onmiddellijk waarover het gaat. Maar ja, dat is dus de kunst van Freud en je ziet hoe dat hij zelf besliste
wat de betekenissen waren. En in het begin, vooral, of zelfs tot op het einde, zoals iedereen weet, stond seksualiteit in het centrum van zijn interpretatie. In 1902, ja, oh ja, dat is de citaat van Linschoten, maar we gaan maar over. Na wat er gebeurde in Wenen bij Freud in 1902, komen er vier collega's, vier geneesheren bij hem, thuis, één keer per week. En dus ze discussiëren over de gevallen die ze behandelen. Freud interpreteert alles altijd, zoals ik daar juist zei, met seksualiteit. Maar de twee andere gasten, Stekel, die zo beroemd iets zal worden als de tweede Adler, Stekel die dacht dat een van de voornaamste problemen van de mensen dat was de angst voor de dood. Maar ook de godsdienst en de moraal en andere thema's. Dus hij vond bij zijn patiënten andere problemen als Freud. En Adler, dat was nog veel directer. Adler was een bewonderaar van Friedrich Nietzsche. En hij vond bij praktisch al zijn patiënten altijd die wille zur macht, hè, de wil om macht te hebben, om de geldingsdrang. En ja, die twee discipelen kwamen in conflict met Freud. De conflict was eerst intellectueel, maar langzamerhand werd het meer en meer emotioneel. En ja, op het einde gingen die discipelen weg, of Freud jaagde ze weg van zijn groep, want zijn groep van de woensdagavond was groter en groter geworden. Intussen had hij een nieuwe discipele, Carl Gustav Jung, die uit Zürich kwam. En Freud was zeer, zeer blij, omdat Jung geen Jood was. En ja, alle andere discipelen van Freud, dat waren Joden. En men begon te zeggen dat de psychoanalyse, dat was een Joodse wetenschap. Dus Freud was zeer blij met die gooi, zoals men soms zegt, die uit een hele beroemde kliniek kwam in Zürich, de universiteitskliniek. En Freud zorgde ervoor dat Jung de eerste voorzitter zou worden van de Internationale Psychoanalytische Vereniging. En dus Freud schrijft zoals... ja, dat is dus onze vriend Jung. Wat hij schrijft bijvoorbeeld naar Jung, die dan zijn oprecht een beste leerling wordt. Hij zegt, ja, u ziet, Stekel belichaamt het ongecorrigeerde, pervers, onbewuste. En Adler is het paranoïde zelf. Dus men vindt daar de typische verdedigingsstrategie van Freud en van veel psychoanalisten, het argument ad hominem, ad personam. En om nog nauwkeuriger te zijn, een psychiatrische bestempeling. Jung, die natuurlijk onmiddellijk ondervond dat manieren om te interpreteren wat de patiënten vertelden, en om de ziekte te verklaren, dat verschilde van een analyticus naar de andere, die stelde voor dat iedereen zich liet analyseren. Hij zegt, ja, als iedereen een leeranalyse doorgaat bij een collega, dan gaan we toch komen aan de diepste motivaties van het psychische... van het menselijke zijn. En dus iedereen begon met zelfanalyse, Jung, een van de eerste. Maar Freud die zei onmiddellijk, nee, ik heb een zelfanalyse gemaakt. Hè. Dus ik weet al wat er in mij speelt. Ik heb een zelfanalyse doorgegaan en ik heb het niet nodig om een leeranalyse te volgen. In feite, het is de Achille
Achilles, heel van Freud. Hè? Zoals Jung nogal vlug het ging gebruiken, als men kan zeggen. In feite, die leer, die auto-analyse van Freud, dat is een mythe. Het is een mythe, want men heeft in brieven van Freud, die hij naar een zekere Vries schreef, ziet men dat die auto-analyse absoluut niet gefunctioneerd heeft. Freud heeft enkele van zijn dromen geanalyseerd, of niet al enkele, nogal veel van zijn dromen, ook enkele herinneringen van zijn jonge tijd. Maar hij schrijft zelf naar zijn vriend, naar zijn vriend Willem Vries, dat het niet mogelijk is om zichzelf te analyseren. Wanneer de conflicten eviger gaan worden tussen Freud en Jung, want Jung is absoluut niet akkoord dat alles seksueel is, dat is oprecht het probleem. En dat je niet alles met Oedipus complex moet interpreteren. Ja? Jung zegt bijvoorbeeld dat de jonge wilde man, ja, dat de jonge wilde man veel liever een zeer jonge vrouw in zijn bed heeft dan zijn eigen moeder. Hè? Dus ja, dat vind ik helemaal ikzelf. Hoewel ik lang didactische analyse, een leeranalyse gevolgd heb, ik heb nooit gedroomd van seks met mijn moeder. Ik heb altijd meer gehouden van vrouwen die jonger waren als ik, hè, zoals mijn vrouw die 7 jaar jonger is. Dus ik heb geen Oedipus-complex. Misschien iemand hier, dat is wel mogelijk. Maar Freud zelf had zeker verlangen voor zijn moeder. Dat leest men wel in zekere brieven. En hij haatte ook echt zijn vader, hè, die al een oude man was. Hè. Ja, die verschillen van interpretatie, dat heeft Popper dus heel goed van dichtbij kunnen zien. Hè. Popper, dat was een jonge filosoof die zich interesseerde voor psychanalyse, maar ook voor marxisme. En hij ging dus bij Adler, want Adler was een socialistische analyticus. Hè? Hij werkte in een klein centrum voor kinderen van arbeiders in de omstreek van Wenen. Op een dag hij kreeg in consultatie een kleine jongen. En de geschiedenis van die jongen, dat klopte absoluut niet met de theorie van Adler. Hè? En hij zei dat tegen Adler, die onmiddellijk zei, zonder zelfs het kind te zien hebben. En Adler in enkele woorden draaide de zaken helemaal om terug in zijn schema te komen. Popper was een beetje verbaasd en hij zegt, ja, hoe ben je daar zo zeker van? Ja, zegt Adler, ik heb het al 1000 gevallen gezien. En toen zei Adler, ik weet niet of, toen zei Popper, ik weet niet of hij het tegen Adler gezegd heeft of tegen zichzelf. Hij zei, ja, en dit is dus een 1001 bewijs meer, hè. Ja, dat is dus Karl Popper, daar zal mijn vriend Maarten Boutry veel meer kunnen over vertellen, omdat hij in zijn doctoraal tevens over geschreven heeft. Hè. Dat is dus onze vriend Karl Popper, hè, met zijn beroemd boek. Hè. Vermoedens en weerleggingen. Hè. Men heeft hetzelfde probleem natuurlijk met Freud, met het Oedipus-complex. Hè? Dus voor Freud is het Oedipus-complex het echte Oedipus-complex. Hè? Niet zoals zekere analytici dat we vandaag vertellen, die dan met metaforen spelen, symbolen en zo. Maar Freud zegt heel duidelijk dat het Oedipus-complex
Dat is het feit. Het feit dat de kleine jongen rond een jaar of 3, 5 echt zijn vader haat, dat hij zijn vader weg wil, omdat hij seks wil met de moeder. Het is niet alleen dat de kleine jongen houdt van zijn moeder, dat hij een beetje agressief is tegen de vader. Nee, nee, dat is de populaire versie. Freud schrijft zelfs op het einde van zijn leven, het Oedipus complex is wat het meest de mensen heeft gechoqueerd. Hè? Dus zeggen dat een jongen van zijn mama houdt, hè, dat is niet choqueerd. Maar dat hij seks wil met zijn moeder en dat hij zijn vader wil doden, ja, dat is choqueerend. En dat is wel de versie dat Freud gaat gebruiken. Nu, als je een kind hebt waarbij dat niet manifest is, en het is het geval bij een van de gevallen dat Freud goed schrijft, hè, de kleine Hans. En ja, de kleine Hans die is nu agressief tegenover zijn moeder en die houdt heel veel van zijn vader. Maar voor Freud is dat geen probleem. Tegenover de moeder, die agressiviteit, hij schrijft hè, in het Duits, het zijn sadistische antrieben. Dus het zijn sadistische impulsen. En dat, zegt Freud, dat is wel het teken dat hij incestueuze verlangen heeft. Hè? Je moet het vertalen. En ja, dat hij tegenover de vader zo lief is, dat is, zegt Freud in Duits, een reactionsbildung, een reactie. Dus een reactievorm, een verdedigingsmechanisme tegen het verlangen om hem werkelijk te doden. Dus die zien er hoe dat de zaken ineen zitten, het is altijd een complex zin. En met Lacan en de tegenwoordige analytici die het gaan dus als metafoor gebruiken, ja, heeft iedereen een Oedipuscomplex. Ik niet, maar ja, men moet maar een beetje dieper gaan en we zullen het wel vinden. Voilà, dus voor Popper, dat was een grote ondervinding. Hè? En Popper begreep dat wat oprecht de wetenschap karakteriseert, dat is dat je ideeën laat vallen. Hè? Wat dus de wetenschappers doen, dat is theorie laten vallen naar de vuilnisbak. Hè? Voor de analytici is er geen vuilnisbak, behalve de andere streken. Hè? Voor Freud was de theorie van Adler in een vuilnisbak te steken. Maar voor de Freudianen is er niets van Freud dat in een prullenmand moet komen. Over die zaak zal waarschijnlijk Maarten nog wel een beetje spreken. Als je de thesis wilt lezen van, ja, het komt niet goed op de scherm. Maar Maarten heeft ook met een epistemoloog, Pigliucci, als ik mij goed herinner, heeft hij een boek geschreven over dat probleem, over pseudo-wetenschap en ook de problemen van de scheiding tussen de echte wetenschap en pseudo-wetenschap. Die scheiding is niet natuurlijk zo duidelijk, hè? Is niet altijd zo duidelijk. Hè? Een ander verklaring voor de immunisatie van de psychoanalytische theorie, dus naast die manier van interpreteren, dat is een onbewuste conditionering. Hè. Freud had dat niet kunnen begrijpen, of hij had het niet goed begrepen, hoewel men in die tijd veel van suggestie sprake. En
De eerste collega's die Freud bekritiseerden, die spraken over suggestie. Die vertelden, ja, Freud die vindt seks overal omdat hij dat suggereert aan een patiënt. Maar ja, men ziet heel goed dat Freud suggereerde, conditioneerde. Bijvoorbeeld in 1896 heeft hij een theorie ontwikkeld, de verleidingstheorie. Hij denkt in die tijd dat alle neurose, in ieder geval hysterie en obsessie enzovoort, dat komt altijd terug op kinderervaringen die altijd verdrongen zijn. Hè? En hij vertelt in een lezing dat de patiënten dat nooit herinneren. En dat je minstens 100 uren moet werken om dat terug te winnen. Hij zegt, je moet heel, heel hard werken om de herinneringen terug te vinden. En je moet hard werken tegen een enorme weerstand. Hè? En enkele jaren nadien gaat hij het helemaal anders vertellen. Hij gaat zeggen dat de vrouwen, die hysterische vrouwen die van oedipale neigingen spraken, dat die spontaan daarover spraken en dat hij zo in die valstrik gevallen is. In feite heeft Freud altijd ervoor gezorgd om dat terug te winnen. En men leest in de brieven van Freud dat hij zelfs schrijft dat die en die patiënt zoveel weerstand heeft om die herinneringen terug te vinden, dat hij gezegd heeft, als je ze niet terugvindt, dan gaan we de therapie stopzetten. Dus hij dreigde met de therapie te stoppen als de patiënten die scènes, die oedipale scènes niet terugvonden. Freud, dus dat is dan de theorie van de fantasie. Zijn vriend Fries, waarmee vriend bleef gedurende 17 jaar, had het goed begrepen. Fries schrijft dit, en dat kun je dikwijls toch tegen analytici zeggen, de gedachtenlezer leest in het hoofd van de ander meestal slechts zijn eigen gedachten. En dat was het geval van Freud. Freud had zelf oedipale neigingen, dat is evident, men leest dat in de brieven en ook van zijn discipelen, zoals Ferenc enzovoort. Maar Freud had wel een beetje excuus, want het is maar in de jaren 50 dat men met de conditioneringsexperimenten begonnen is, onder de invloed van de Amerikaanse psycholoog Skinner, en dat men experimenten deed met deze model. Dus een psycholoog krijgt twee groepen studenten, en met één groep studenten gaat hij één thema goed bekrachten, bekrachtigen. Dus iedere keer dat hij vraagt aan de studenten om herinneringen van de jongste jaren terug te vinden. En wanneer in één groep de student spreekt over familieleden, dan gaat de psycholoog zo een hij gaat een beetje mompelen of zo, zeggen aha, aha. En in de andere groep studenten gaat hij hetzelfde doen. Ook zo mompelen, wanneer er sprake is van mensen die geen familieleden zijn. En men ziet natuurlijk na één uur dat in ene groep dat de studenten veel meer over hun familieleden gesproken hebben en in de andere groep natuurlijk van andere mensen. Er zijn ook analyses gemaakt van therapieën, vooral bij Carl Rogers, die zijn therapie liet opnemen. Hè? En men ziet ook hoe de therapeut reageert op zekere thema's
En hoe hij ook dan een klein signaal geeft, hè? Zelfs zonder te spreken, maar met te mompelen ofwel met een vraag te stellen enzovoort. En dus daarmee komen altijd de thema's die in de theorie staan van de therapeut, die thema's komen dan terug. En het is het geval natuurlijk bij alle therapeuten, je moet het weten, hè? En dus je moet weten dat je, zelfs als je zwijgt, hè, dat je op een zekere wijze conditioneert. Hè. Dus wanneer je zwijgt, ja, dan weet de patiënt dat wat hij vertelt zonder belang is. Hè. Dat wist ik goed toen ik in analyse was. Hè. Mijn analyticus, die op een hele tijd had ik geen enkele klank van zijn stem of hoorde ik niet dat hij iets opschreef. En dan ik begon van zekere thema's te spreken en ik wist wat hem interesseerde. En dan ineens had ik wel de indruk dat hij wakker werd. Hij was dus op een zekere wijze conditioneerbaar. En dat is dus een derde factor van het geloof in de theorie door de analyticus, dat is de wederzijdse conditionering. Hè. Dus de analyticus conditioneert de patiënt, maar de patiënt conditioneert ook de analyticus. Want hij vertelt altijd zaken die de analyticus interesseert. Hè. Dus je hebt hier een mooi beeldje van Skinner, hè? Van twee ratten. Zijn dat zegt tegen zijn makker. Hè? Kijk, als ik op de hendel duw, veroorzaak ik een reactie bij de psycholoog. Hè? Hij geeft me dan een vleesballetje. Ja? Dus we zijn geconditioneerd, maar wij conditioneren ook de anderen. Hè? Dat ziet me heel goed ook. In de opvoeding. Hè. Dus de ouders proberen het kind te conditioneren, maar ze zijn ook geconditioneerd door de reacties van de ouders. En dat is wat natuurlijk gebeurt in de analyse. Hè. En zo heb je in een. Wanneer je gevallen leest, gepubliceerd door Freud, is het altijd over seks. En bij Jung over archetypen, bij Adler is het altijd. De geldingsdrang enzovoort. Die de patiënten vertellen altijd de theorie van de analyticus. Ja, op het einde van zijn leven heeft Freud dat toch min of meer zelf erkend, maar op het einde van zijn leven. En toen, ik ga het lezen, want iedereen kan zo ver misschien niet lezen. Hij zegt op het einde van zijn leven. Hij erkent dus dat de psychologie van het onbewuste is per definitie speculatief. Hè? Want je kunt nooit het onbewuste direct waarnemen. Het zijn altijd, zegt hij zelf, inferenties. Hè? En hij voegt eraan toe met welk recht en met welke graad van zekerheid we zo'n deducties kunnen afleiden, blijft voor elk geval apart natuurlijk kritisch na te gaan. Het valt niet te ontkennen dat de beslissing enorm problematisch is, wat ook tot uiting komt in het gebrek aan overeenstemming tussen de analytici. Toen ik een student was in Leuven-Frans met professor Scott, het was typisch dat wij alleen maar over Freud en Lacan hoorden spreken. Absoluut niet van Jung, niet van Adler. Geen enkel, in die tijd heb ik persoonlijk geen enkel boek van Adler of van Jung of van andere analytici gelezen. Het was altijd maar Freud en een beetje Lacan of wat. Wat men kon begrijpen, natuurlijk. Ja, is de psychoanalyse een hermeneutische wetenschap? Ja, dat hebben zeker filosofen natuurlijk beweerd.
gesteld. Maar ja, men kan dat zeggen. Freud zelf dacht dat hij een natuurwetenschap maakte. Hè. Maar ja, men kan zeggen het is een hermeneutiek. Maar men kan ook zeggen het is een slechte hermeneutiek. Hè. Een slechte hermeneutiek. Want hij trachtte geen alternatieve verklaringen te maken. Hij veranderde niet van theorie wanneer er nieuwe feiten kwamen enzovoort. Een woordje over de theorie, we gaan daar niet te lang over hebben, maar enkele woorden toch. Eerste vraag, zijn de theorie van Freud, dus een collega, professor in de psychiatrie in Freiburg, die las de werken van Freud, en die zei, ja, bij Freud zijn er goede zaken, maar het goede is niet nieuw. En wat bij Freud nieuw is, is niet goed. En ja, de eerste keer dat ik dit las, toen ik nog jong assistent was en nog analyticus, vond ik dat een beetje belachelijk. Maar ja, toen ik dan het boek van Ellenberg las, Discovery of the Unconscious, ik heb het in het Frans gelezen. Het is een zeer dik boek, zoals je ziet, in het Engels. Een beetje meer dan 900 bladzijden, in het Frans 1000 bladzijden. En daar ziet men dat men over het onbewuste spreekt al in de oudheid. Huh? Bij een heleboel filosofen, vooral bij Leibniz, ook bij Descartes en zo. Zelfs als men niet het woord onbewust gebruikt, het idee van het onbewuste is helemaal banaal geworden, toch op het einde van de 19e eeuw. En het is zelfs zo ver gekomen dat William James, de vader van de Amerikaanse psychologie, een hoofdstuk schrijft in zijn zeer dik boek van 1400 bladzijden. Hij heeft een meerdere bladzijden over de verschillende manieren dat men het onbewuste presenteert. Hè. Hij spreekt van Schopenhauer, van Nietzsche, van Binet, van Janet enzovoort. Hij spreekt niet van Freud, want wanneer James in 1890 zijn boek schrijft, heeft Freud nog praktisch geen enkel artikel over psychologie geschreven. Hè? Eerste artikel van Freud over psychologie is 1888. De waarschuwing van William James is nog altijd te repeteren, hè? Te herhalen. Hij schrijft: het onderscheid tussen onderbewuste en bewuste mentale processen is een wondermiddel waarmee je in de psychologie alles kan veronderstellen dat je wil. Ja, natuurlijk zijn er onbewuste processen. Moest alles bewust zijn, dan hebben we geen psychologen nodig, geen onderzoekers. Hè? We zijn niet bewust van al wat we doen. En we zijn zeker niet bewust van de redenen waarvoor we het doen. Hè? Dat hebben we, heel veel filosofen, dat vind je al bij Seneca enzovoort. Dus er zijn onbewuste processen, natuurlijk. Hè? Ik moet niet nadenken over de manier dat ik spreek. Hè? Ik volg een hele reeks regels, hè, dat ik min of meer moeilijk heb moeten leren toen ik jong was. Dus dat allemaal is geautomatiseerd, is onbewust geworden. Maar men moet toch voorzichtig zijn met zekere manieren van het onbewuste te presenteren. Het onbewuste van Freud is een van de meerdere onbewuste die er zijn. En Freud heeft een manier van spreken van het onbewuste dat het substantialiseert, hè, dat er
een ding van maakt. Hij schrijft op een zekere tijd, schrijft hij, er is een andere in ons. Dat is niet de gedachte van de hedendaagse psycholoog. Er zijn processen waarvan men niet bewust zijn. Er zijn experimenten in ons leven die natuurlijk doen dat wij zo en zo handelen. Dat is evident. Maar Freud, in het begin van zijn werk gaat hij het woord onbewust gebruiken als adjectief of bijwoord. En het gaat nogal vlug een substantief worden. En ja, wat steekt er dan in dat onbewuste van Freud? Huh? Dat zijn driften en dat zijn gebeurtenissen van in de kindertijd en vooral problemen met seksualiteit, met Oedipus en met bang zijn om gecastreerd te zijn. Freud is vooral een theoreticus. Huh? Hier zijn citaten, ja, we zullen maar vlug daarover gaan. Hij zegt, sinds mijn jeugd heb ik geen ander verlangen gekend dan naar filosofische kennis. Ja. En dan een beetje later schrijft hij, ik ben helemaal geen man van wetenschap, geen waarnemer. Ik ben een avonturier, een ontdekkingsreiziger. Dat is juist. Ja. Dus Freud is absoluut geen nauwkeurige waarnemer van de gedachte. Het is een rationalist in de slechte zin van het woord. Hè. Hij maakt theorieën van wat hij gelezen heeft. Hè, en, maar de praktijk, dat dient vooral om zijn theorie te bevestigen. Zijn theorieën die komen niet uit zijn waarnemingen, toch niet zoveel. Dat is het geval van het Oedipuscomplex. Hè. Hoe komt hij aan dit beroemde complex, hè, de oorsprong van het Oedipuscomplex? Wel, zijn vriend Willem Vlies schrijft dat zijn zoon, zijn kleine zoon, de moeder naakt heeft gezien en dat hij een erectie gekregen heeft. En Freud ineens zegt, ja, maar ik heb ook mijn moeder naakt gezien toen ik 2 jaar oud was waarschijnlijk. In die tijd hebben we geen herinneringen, maar we gaan dat maar laten vallen. En hij zegt, en vandaar is het begonnen, mijn verlangen voor mijn moeder. En de week erachter schrijft hij naar Willem Vlies, en nu begrijp ik waarom het toneelstuk van Oedipus, koning Oedipus, dat zo groot succes geworden is. Dat is omdat wij alle dat Oedipus complex leven. Dus hij zegt absoluut niet, ik heb het bij meerdere van mijn patiënten gehoord, gezien. Het is die herinnering die komt na wat Vlies verteld heeft en hij maakt een binding met een toneelstuk. En dat is de oorsprong van zijn gedachte over het Oedipuscomplex. En vanaf dat moment natuurlijk gaat hij bij al zijn patiënten, vooral bij de vrouwen, gaat hij dat Oedipuscomplex terugvinden. Ja, nu is de psychoanalyse helemaal zonder mogelijkheid om te testen. Hè? Zijn er geen toetsingen mogelijk? Ja, er zijn toetsingen mogelijk van zekere theorie wanneer je ze uit het werk van Freud trekt en dat je ze operationeel maakt. Dus wanneer je zegt, ja, we gaan zien of er veel kinderen meer houden van de ouder van het andere geslacht, dat kunnen we nakijken, nagaan. Ja, dat kun je doen. En dan vind je wel een zekere statistiek. Maar dat is niet wat Freud eigenlijk vertelde.
Er zijn dus psychologen die dat geprobeerd hebben vanaf de jaren 30, 40. Ja. Dat zijn de twee van de voornaamste boeken over de wetenschappelijke toetsingen van Freudiaanse theorieën. Maar ja, wat ze daar hebben proberen te toetsen, dat is niet juist wat Freud vertelde natuurlijk. Hè. En de analyticus kan altijd zeggen, ja, dat is niet de echte psychoanalyse. Hm. Bijvoorbeeld, een vrij voorbeeld, Freud zegt, hij schreef dat de jongen een sterkere uber-ich heeft. Huh? Een geweten, huh? Als u wilt. Waarom? Want, zegt hij, het geweten dat komt uit het Oedipuscomplex. En bij de jongen is het Oedipuscomplex veel heviger, want de jongen is bang dat de vader hem zou castreren. Natuurlijk, voor het meisje is er geen probleem, zij is gecastreerd. Hè? En dus omdat er voor de jongen een veel grotere gevaar is, gaat het uberig sterker zijn. Ja, als men nu kijkt naar het feit of dat er meisjes minder of meer geweten hebben als jongens, dat verschilt een beetje van een plaats op ander, maar in het algemeen hebben de meisjes nog een beetje meer geweten als de jongens. Dus die theorie valt weg. Ja, we gaan, want ik zie dat de tijd voorbij gaat, we gaan niet spreken over de Freudiaanse overdracht, we kunnen daarover terugkomen. En woordje over de dromen, waar men ook heel, ja, in de overdracht ziet men ook. Freud vertelt dat er een patiënt op hem verliefd is en dat hij tegen de patiënt zegt, maar je bent niet verliefd op mij, je bent op iemand anders verliefd. En hij vertelt dat vanaf die dag hij begrepen heeft dat wat de gevoelens van de patiënten in de therapie, dat die altijd naar iemand anders gericht zijn en vooral naar de ouders. Wat men dus ziet in dit geval, zoals in vele andere, dat Freud altijd veralgemeen generaal is. Hè? Het is ook zo voor de dromen. Hè? Diegene die een boekje van Freud gelezen heeft, waar hij spreekt over de dromen, hij zegt, alle dromen, zonder uitzondering, zijn altijd wensen. Hè? En wensen die in verbinding staan met kinderjaren. Maar ja, wat dan met nachtmerries? Hè? Het is duidelijk in de schilderij van links, hè? Natuurlijk dat de mens die in een gevangenis zit, dat hij droomt van te kunnen wegvliegen. Maar ja, als je een nachtmerrie hebt, iedereen van jullie heeft wel nachtmerries. Er zijn veel angststromen bij de gewone mens. Dus jullie hebben er waarschijnlijk. Wel, Freud draait de zaken om. Ik geef nu geen voorbeeld, je kunt het vinden in het boekje. Ik geef daar voorbeelden, zodat Freud altijd interpreteert zoals je eindelijk toch vindt dat de droom voortkomt van een wens. Ja, een woordje, want ik zie dat ongeveer een uur al doorgelopen is. Men zegt in het Nederlands ook generalisatie. Dat, Het is gemakkelijker om te uitspreken. Ja, de psychotherapie, dat begint in de oudheid. Dat was minder gedurende het rijk van het christendom. Want ja, de mensen gingen eerder bij de priester. En het is in de 18e eeuw dat de psychotherapie veel is begonnen met mesmer, die dus een soort hypnose deed. Hè. Ja, ik heb geen tijd meer om daar veel over te zeggen. Ik zeg alleen maar
dat het paradigmatische geval van Freud, hè, voor psychoanalyse, is het geval van Anna O, dat je hier ziet. En die werd behandeld door zijn mentor, hè, door zijn toen meester Breuer, hè, Joseph Breuer. En dat duurde lang. En vooral die analyse, vooral met hypnose, dat ging slechter en slechter. Hè? Zodat eindelijk Breuer Anna O in een psychiatrische inrichting stuurde. En ja, wat Freud dan vertelt, wanneer hij dat geval geeft als voorbeeld van het begin van de psychanalyse, hij vertelt iedere keer dat ze van alle symptomen verlicht was, hè? Alle symptomen kwijt. In feite, ze kwam terecht in een psychiatrische inrichting waar ze ongeveer 5 jaar bleef. Hè? Ze ging ook van tijd tot tijd eens buiten. En wanneer men dus de brieven van Freud leest aan zijn vriend Fries, de integrale editie, dan ziet men hoeveel Freud loog. Hij heeft gelogen, ik heb de tijd niet om voorbeelden te geven, maar hij loog over zijn patiënten. Hij vertelde dat hij patiënten geneesde. In feite heeft praktisch niemand genezen. Ja, dat is misschien verrassend voor u. Maar er zijn 3 gevallen op al de gevallen die me kennen. Hè? Er zijn 3 gevallen waar men kan spreken van een zekere genezing, maar ja, daar kunnen we terug over komen. Dus, er zijn meerdere auteurs, zoals Han Israël in Nederland, die zeiden dat Freud een kwakzalver was, hè? Een charlatan. Er zijn 31 patiënten die heel goed gedocumenteerd zijn. En er zijn er maar 3 die min of meer genezen waren. Dat kun je lezen in het boek van Michael Borg Jacobsen. Zo, ik zie dat de tijd, denk altijd meer te kunnen vertellen dan de tijd het toelaat. Toch nog 1 woordje over het feit dat voor Freud leeranalyse werd dus het beroep, hè, van in de jaren 20, deed Freud praktisch geen enkele behandelingen meer. Hij had het heel mooi uitgevonden, hè? Enfin, het was de idee in het begin van Jung, en hij deed alleen maar leeranalyse. Wat veel geld opbracht, want hij nam in analyse, in leeranalyse, alleen maar Amerikanen en of rijke psychiaters. Hè. Dus hij schrijft bijvoorbeeld naar Fries, hè, al mijn tijd wordt in beslag genomen door Engelse en Amerikaanse artsen. Ik werk nu voor dollars en ik kom er niet meer toe nog iets anders te doen. Dus hij nam geen enkele patiënt meer aan. Voor Lacan is het een echte business geworden. Dus je kunt het, een artikel die ik in Frans schreef en die vertaald werd in een tijdschrift over de leeranalyse bij Lacan, die een echte business werd. Lacan maakte ongeveer tussen 60 en 80 leeranalyse per dag, dus de patiënten, of de toekomende analytici, kwamen op zijn divan. Ze zeiden goedendag, ze zeiden 2, 3 woorden en Lacan zegde ja, heel goed, tot morgen. En hij nam het geld altijd natuurlijk in cash. Hè? Natuurlijk. Dus hij is er rijk van geworden. En,
Ja, welke is dan de waarde van de psychedelica-therapie? Ja, het is te moeilijk te zeggen, want bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er meer nu dan 30 verschillende scholen van psychanalyse. En dus die hebben allemaal verschillende manieren om een beetje te werken. En dus het is moeilijk om dan te evalueren. Wat men kan zeggen, dat mensen soms toch beter gaan met psychanalyse. Zeker, misschien tussen jullie zijn er. En dat is dan te danken, denk ik, met vele anderen, aan niet specifieke factoren van psychotherapie. Ieder mens die in psychotherapie gaat en die denkt dat het gaat werken, heeft kans dat het toch een beetje beter gaat. Niet altijd, want men is soms zeer teleurgesteld en dan gaat het soms veel slechter. Maar ja, als je affectief contact krijgt, dat je de indruk hebt dat je goed begrepen bent, dat je minder schuldgevoelens hebt en zo, dat gaat allemaal wel werken. En dus voor kleine neurose, Freud zegde zelf tegen Gardiner, dat zijn psychanalyse werkte alleen maar voor kleine neurose. En ja, voor kleine problemen kun je zeker bij de analyticus, als hij vriendelijk is en niet te duur, waarom niet? Hè? Er zijn ook verslechtering effecten, hè, die ook nu goed bestudeerd zijn voor alle therapieën, maar vooral voor psychanalyse zijn er ook veel mensen die minder goed eruit komen. We gaan wat debatteren, hoewel dat Freud zelf zei, zoals je het kunt lezen voor diegene dat het een beetje ver is, hij zei tegen zijn vriend Pfister al in 1911, heel vroeg: het is zo goed als onmogelijk om de psychoanalyse publiek te verdedigen. Elk debat is even hopeloos en vruchteloos als een theologische controverse tijdens de Reformatie. Ja, maar ja, we zullen zien, moest er een hevige Freudiaan hier zijn of we een soort theologische controverse zou maken. Psychanalyse heeft vooral nog succes in Frankrijk, zoals u ziet in hetzelfde jaar, 1999, maakte Time een speciaal nummer over Freud. Je ziet hoe hij er nogal slecht uitkomt, hein? Is Freud dead? En hetzelfde jaar kon je lezen in een van de voornaamste tijdschriften in Frankrijk, Freud, l'homme du siècle. Hein? Ik dacht dat het Einstein was of zo. Nee, dat is Freud. Hè. Voilà, als je meer wilt weten, zijn boeken waar je meer kunt lezen als in mijn eigen boek, hè, de boeken van Philippe Bukens. Hè. Dat is dus mijn boekje over Freud. In Frans is het dubbel. Ik ga publiceren binnen 3 weken. Les illusions de la psychanalyse met meer dan 400 bladzijden, dus daar staat veel meer in als wat ik vandaag verteld heb. Voilà, ja, ik heb hier nog, ja, dat is, ik weet niet of iedereen Lacan kent van zijn gezicht. Hij zit hier met een fallische symbool te bekijken. En dat was wanneer hij naar Leuven kwam. U ziet daar Jacques van Rillard, ik was in de zaal. Zoals u ziet, de meeste mensen lachen, maar ik niet. Ik vraag mij, is die man toch niet een beetje gek? Maar ja. Ja. Zo, ik heb het voornaamste toch gezegd. Dat op het einde van zijn leven maakte Lacan een soort wiskunde, logica. In feite niemand begreep het praktisch. Enfin, diegenen die zeiden dat ze het begrepen, waren niet zeggen,
we moesten ze niet serieus nemen. Oké, wel, ik heb het niet te lang gemaakt. Ik heb toch het voornaamste verteld wat ik wilde zeggen. Maar we kunnen natuurlijk nu nog een beetje over discussiëren. Dank u wel. Ja, dank u voor de aandacht. Hè. Ja, dank u wel, Jacques, professor Van Rillaar. Ik denk dat het een zeer boeiende voordracht was.